Marion ook? Ja, Marion komt ook. Oh ja, die gaat ook afrekenen. Nou jongens, jullie zien het. Alles is binnen. De matten zijn weg. De wifi-versterker is weg. Ik haal even het stroom eraf. En dan, Mago gaat even afrekenen. En dan gaan we die kant op. Die Marcel even gedag zeggen. Wie? Marcel. Oh ja, dat hebben Marion en ik al gedaan. Maybride is weg of zo. Maybride heet het toch? Wat denk je wat ik aan het doen ben? Nou, ik ben aan het tanken en met een smile op mijn gezicht van oor tot oor. Wat? 1,34,9. Kijk, en dan ook meteen even de reserve tankje diesel. Ja, die moet je ook zo even doen. Ja. Oh ja, zie je wel. Nou heb je geknoeid. Ja. Voorzichtig. ...52 liter. Ja, 10 liter zit er in het ding, hè? Je kreeg toch een ticket? Ja, wacht even. Ticket. Express ticket. Ja, oké. Hey! Even goed, hè? Afnemen, hè? Ja. En dan gelijk in de garage, want anders gaat de hele dingen stinken. Hey. Even je handen. Nou, oké. De gewone tank vol en de reserve tank vol. Dat is altijd handig. Wow. Wat een uitzicht. We zijn natuurlijk constant aan het stijgen geweest. Zien, er staat een stukje waar de zon op schijnt. En als we deze bocht gehad hebben, dan zien jullie het ook. Nou, dit is zo waanzinnig mooi. Die bocht is wel heel groot. Ja, die bocht is wel heel groot, ja. Kijk eens, daar links. Kijk uit. Ja. Prachtig, hè. Zo. Oh, kijk daar met zo'n dorpje aan de linkerkant. Alsof het tegen de berg opgeplakt is. Schitterend. En weten jullie wat we ook weer zien? Echt, en dan niet één, maar ik denk dat we er al 100 gezien hebben. Die bomen die weer in de bloesem gaan staan. Dat zijn die, niet walnoten, maar amandelen. Amandelbomen. Allemaal roze bloesem. Allemaal roze bloesem. Die gaan als eerste gaan die in de bloesem. En dat is echt, kijk hier recht voor ook weer een paar bomen. Die beginnen nu allemaal alweer in de bloesem. Ja. En dat is zo'n onwijs mooi gezicht. Kijk eens hiervoor. Recht voor ons. Ja. Goh. Prachtig jongens, prachtig. Door het binnenland van Spanje. Aanrader.
gebied heen gereden. Ja, zeker. Ja, mooie route. Zo. En we zitten ook goed hoog. Nou, we zitten zeker hoog. Je hoort ook constant die wind, hoor je. Echt heel harde wind. Ja. Na 400 meter ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Neem de afslag, daarna ga rechtdoor op de rotonde en neem de tweede afslag. Jij zegt daar. Nee, ja, dat dacht ik omdat daar ook nog camper staan. Hier is het. Ja. Wat zeg jij? Een Duits busje. Ja. Ticket. Ja, geen maar.
Coffee Free. 31-1-24, 10 over 11. Gaan we daarheen? Ja, wacht even. Misschien dat je... Kijk dan. Ik ga daarheen! Die zal eruit gaan. Ja. Denk ik. Ja. Nou, waar ben je nou ongeduldig? Ja, ik wacht even tot die Duitse weg. Ja, ja, dat snap ik. Ga je er even uit, begon. Waarvoor? Kun je even aanwijzingen geven? Nee, want dat doe ik toch niet goed. Als je maar aan de zijkant blijft. Ja. Zeg het tegen die Duitser dat die even opzij rijdt. Zo, op wind. Nog verder of niet? Ik kan nog zo'n stukje in de raam. Ik denk wel. Nou, nou. Wat een gedoe. En die mevrouw die was zo ongeduldig die achter jullie stond. Ja. Oh, ik denk, mensen, doe even rustig aan. Hij kent het toch niet door. Oké, we gaan ook ietsje naar voren. Hè? Ik ga iets naar voren. Ja, hij staat wel heel. Staat wel erg scheef hoor. Perfecto! Ja. Nou, jullie zien het. Hier staan we. We staan recht tegenover het surfplekje. Kijk. Och, wat verdarrie. Kijk, die Duitser staat ze. Dat ze. Wagen af te spuiten. En die wind staat deze kant op. Ik sta precies in de wind. Of in de. Hij staat te spuiten en die wind die staat die kant op, dus staat precies midden in de regen. Kijk, en dat is dus het, oh ja, dat is een wasplek, kijk, daar kan je camper wassen. Gaat een euro in de machine en dan gaat het. Nou, die Engelsman die gaat weg. Hier wc, douches, toiletten enzovoort, noem maar op en dat soort dingen. En kijk, daar was ook een hele mooie wasmachine te staan. Dus. Wasmachines, oh twee zelfs. En een droger. Zo, mooi hoor. Hier kun je afwassen. Nou jongens, wat een luxe. En kijk, we staan met z'n tweeën zo naast elkaar. En ik heb ook, kijk, dat gebeurt niet zo vaak. Maar ik heb hier de levelers. Dat heb ik eronder gezet, kijk. Want we stonden wel heel erg zo scheef. En naast me staat een caravan. Nou, daar heb je een antenne, dus we hebben hier een onwijs goed ontvangst. En hierachter is een supermarktje, niet te grote. En daar is Mago en Marion zijn eventjes een croissantje aan het halen voor Engel. Ja, want ik heb pas één sneetje brood op vanochtend. En dat is niet zoveel. Ga ik even koffie zetten voor de dames, zodat ze dan lekker eventjes een... kopje koffie krijgen. Cappuccinootje, kopje thee van Mago. Nou, jongens.
Wat een feest. Het is pas echt een feest als je bij Engel op de koffie bent geweest. Oh ja. Hartstikke idee. Nou ja, de wind is vrij dun, jongens, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is hier binnen lekker warm, maar volgens mij staat die kachel nog aan. Dus die kan wel even uit, want de zon schijnt. Hallo, er komt een klein concordetje aan. Ja. Oké. Kijk, daar komen we daar nog mee eens aan. Ja, het is half vijf. Het zit zo meteen weer helemaal vol, hoor, hier. Ja. Er staan 40 plekken stond er toch op de site. Ja, 40 plekken. Maar het lijkt er mooi. Veel meer. Jullie hebben gezien, het is gelukkig heel ander weer als dat we in het plaatsje hiervoor hadden. Kalkoa of zo, weet ik veel. Ja, ik denk dat het ook wat langer licht blijft dan omdat je nou... Nog meer zuidelijker bent, ja. Nou. Ja. Hey, en... 14, 15 Het is een mooi plekje, dus we sluiten hier even af op dit plekje. Ja. En ja, we sluiten nu wel even af voor dat we voor deze video de reis hierheen enzovoort. En dat we hier, hoe we hier aangekomen zijn. Het is niet zo'n lange video, maar we zijn in Ronda geweest. Je hebt 6 kilometer gelopen. 6 kilometer gelopen. En dan is helemaal stuk. En moet ik het even rustig zitten. Hele mooie dingen gezien. Ja, nee, maar dus, we sluiten dus nu af en dan sluiten we straks af voor Ronda. Oké. Okay. Met jij weer. Dus mensen, hoi. Tot de volgende vlog.